Wij zijn tot nu toe nog de enige met een serieuze elektrische tractor op de wereld, denk ik. Maar het elektrische is eigenlijk pas het tweede aspect van onze machine. Het eerste aspect was dat we vooral een hele slimme, moderne tractor wilden bouwen voor boeren die een betere tractor nodig hebben. Ik ben landbouwkundig ingenieur en al een jaar of 6-7 bezig met de ontwikkeling van een elektrische tractor. In 2010 ergens op een erf gestaan bij boer Peter en die reed met een GPS over vaste rijpaden. En de reden daarvoor was dat hij dan niet meer hoefde te rijden over de grond waar zijn planten zouden groeien. En bij een gewone standaard tractor staan de wielen dicht bij elkaar en heb je dus heel veel rijpaden en dus veel bodemverlies. Bij de machine die zij wilden hebben, had je een dubbele spoorbreedte van 3,25 meter. En dan heb je veel meer winst in de bodem waar je niet hoeft te rijden. En toen ik dat gezien had, toen dacht ik van ja, we moeten boer Peter gewoon aan betere machines helpen. En toen ben ik met hem en met een aantal van zijn collega's ben ik een machine gaan bedenken, ontwikkelen, die aan al hun wensen zou voldoen. Ik weet niet of je door hebt, maar volgens mij zijn we niet in Flevoland, klopt dat? We zijn inderdaad in Arnhem, op het IPKW. En hier zitten heel veel bedrijven die met waterstof aan de slag zijn. En de reden daarachter is dat wij ontdekt hebben dat batterijen voor een tractor in de vermogensklasse die wij bouwen eigenlijk maar deels geschikt is. Maar de echte energie komt nog steeds uit een dieselaggregaat, een range extender. En dat willen we op korte termijn willen we dat gaan vervangen door een waterstofsysteem. En vanwege die kennis zitten we hier op het IPKW. Wat maakt deze tractor dan zo goed voor het land? De bodem wordt gewoon beter. Je hebt minder mest nodig, minder bestrijdingsmiddel nodig. Je krijgt meer product en je krijgt een beter product. En het geeft hun een meer opbrengst van tussen de 10% en 20%. Het nadeel van een brede machine is echter dat als je naar huis moet, dan is hij heel erg breed. En daarom schuiven de wielen na het werk naar elkaar toe en dan kan de boer veilig naar huis. Het is wel een jongensdroom om een tractor te bouwen. Ik ben hier nooit ingestapt om een tractorfabrikant te willen zijn, maar omdat ik boeren wilde helpen. En dat is eigenlijk nog steeds de drijfveer van ons hele bestaan. Maar het is geweldig leuk om met een jong team enthousiaste ingenieurs een machine te maken waarvan de hele wereld zegt van goh, wat knap dat jullie dat met zo'n klein bedrijf doen. Ja, dat is absoluut iets om trots op te zijn. Ja.